Burgemeester Abu Taleb kijkt tevreden terug op dit werkbezoek. Mijn majesteit wilde heel graag zien hoe in een wat ingewikkelde wijk de maatschappelijke verhoudingen liggen. Wat speelt er aan maatschappelijke vraagstukken? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Economie, sociaal, sport, cultuur. En nou, hij heeft daar zeer ruim de tijd voor genomen, mag ik zeggen. En in een paar uur tijd heeft hij denk ik een goed beeld gekregen van wat hier goed gaat en minder goed gaat. Nou, het zag er ontzettend gezellig uit daar in Hillesluis. Maar Rotterdam wil dat het nog gezelliger wordt op straat. Een vergroening noemen ze dat in ambtelijke termen. Inmiddels zijn er twee straten in het Oude Noorden aangepakt en het mag wat kosten. Zomaar een straat in Rotterdam-Noord. Wat maakt het gezellig voor u? Ja, weet ik veel. Nee, die waren er al. Die bloemen aan die paal. Nee. Bijna 50 plantenmanden heeft de Rotterdamse wethouder Eertmans laten ophangen om de straat te vergroenen. Oh, meen je nou? En wat is me niet opgevallen? Het is wel gezellig in de straat, toch? Het ziet er beter uit. Vinden ze wel heel erg hoog hangen? 5 Rotterdamse wijken staan op de lijst om gezelliger groen te worden. De Rotterdamse wethouder heeft hier 1 miljoen euro per jaar voor over. En voor 1 miljoen euro een paar bloemetjes ophangen? Ja, dat is best wel veel geld. Hoop geld. Maar even serieus, dat vind ik wel soms wat geld. Ja. Mooie winkelstraat van maken. Al die witte kozijnen, een mooie kleurtje geven. Geel, rood, groen en dingen. Als je dat in de hele stad doet, dan is alles kleurrijk op.